Welkom allemaal bij weer een nieuwe video. Ik zit tegen een politiebus aan en jullie gaan dadelijk verderop in de video zien waarom natuurlijk. Patrick wil ook even in beeld. Vergeet trouwens niet, 18 mei, kom dan... Ja, ga door. Wat is er 18 mei? 18 mei? Oh, ga jij ook nog mee? Trouwens, 18 mei, naar dat techno-event. Techno-event? Ja, voor het goede doel. Ik ben dan een weekendje weg. Alweer? Ja, nee, nog steeds. Ik wil hetzelfde slazen als hem. Ja, dat is niet normaal. Mijn team aan met vakantie gaat niet normaal. Oké, maar veel plezier met de video. Ik zie jullie zo bij de eerste melding. Ja, hoi. Die gaan we nu maken. Barendrecht met Tim, goedemiddag. Het is maandagochtend en we gaan eens even kijken bij een ongeval op de A15 links, de hoogte van Hoogvliet ongeveer. We zijn er al bijna, dus jullie zien het zo, wat daar is gebeurd. Wel een paar voertuigen ook geloof ik. We gaan eens even kijken. Nou, zoals in eerdere video's ook al, het is hier hartstikke druk en dat komt omdat de Spijkenissenbrug is afgesloten. Ja, en als er nou ook nog wel ongeluk gebeurt net voor de Botlektunnel, dan stroopt het flink op. Het valt voor nu nog een soort mee, ondanks dat er al flink wat file staat. Maar dit gaat nog wel langer worden. Ja, dat valt mee. Jij kan het kijken, maar volgens mij is het wel rolbaar. Wel rolbaar? Ja. We gaan eens even kijken. Ja, de versnellingsbak staat vast. Hé? De versnellingsbak staat vast. Denk ik. En voor mij de sleutel. Sleutel, ja. Yes, dankjewel. Ik weet niet. Het staat vast. Eens even kijken hoor. Kijken. Omdat het toch nog rolt, dat scheelt wel. Dat moet je ook nog. Zo. Als moet ik weer drie keer steken, joh. Dat is makkelijker. Thank you.
hebben een ongeval, hè. Ik moet eerst op de zaak gaan lossen. Ja. Yo. Hoi. Linksbovenin, daar mag u naartoe komen. Okay. Ja? Dan zien we u straks daar. Deze stap, hè? Ja. Ambachtsweg 4B in Roon. Nou, zo zie je maar dat hij best wel ver naar binnen is. Maar goed, gelukkig geen gewonden, dat is het belangrijkste. Maar een goede klap hebt hij wel gehad. Nou, ongeval weer opgeruimd. Gelukkig ging dat best snel, want wat ik zei, ja, die file, dat is niet handig op dagen zoals deze, omdat die brug is afgesloten en het daar al zo extra druk is. Auto zat goed in elkaar, gelukkig geen gewonden. Die jongen voelde zich best wel goed uiteraard in de auto, nog even met hem zitten praten. Maar alles werkte nog zoals de orde, behalve zijn auto dan. Wordt waarschijnlijk een verhaal naar de sloop. Maar goed, dat laat ik aan hem over natuurlijk. Dat is niet aan mij om te beslissen. Maar goed, kapot was die wel. Dus ja, wij gaan kijken wat er verder nog gebeurt. Het is niet extreem druk op de weg. Het is een beetje dubbel. Als er heel erg file staat, heb je eigenlijk weinig ongevallen. Heb je meer pech. Omdat het dan niet zo hard gereden wordt. Wat je naar mijn idee vaak ziet, is dat als de file ontstaat, dat opeens iedereen hard moet remmen, dat dan de ongelukken gebeuren. Of als de file oplost, omdat dan iedereen opeens weer harder gaat rijden. Als er echt veel file staat, heb je eigenlijk meer pech. En dan vaak oververhitte motor of dat soort dingen. Dus voor nu hebben we even niks. We gaan naar de zaak, gaan we kijken wat we verder vandaag gaan doen. Als het goed zit, de cameraman daar ook al klaar op ons te wachten voor de woensdag video. Dus we gaan het meemaken. Zo, we zijn onderweg naar de A4 en dan de novemberbaan. Dat is dus de parallelbaan bij de Benelux-tunnel. Voor het pechgeval gaan we eens even kijken wat daar aan de hand is. En die mensen weer afzetten bij de afrit, zodat ze veilig staan. Dus, let's go! Hallo, die Utrecht die moet Jim even pakken. Even kijken, daar gaat Jim toch ook heen? Oh, oké, nee, dan is er niks aan de hand. Want ik krijg een nieuwe melding. Ik sta in de tunnel bij een ongeval met een politieauto. Oh, yeah? Daar gaat de nieuwe melder aanmaken. Ja, die gaan ze nu aanmaken. De tunnel is al dicht, maar ze gaan hem aanmaken. Oh, oké, maar jij was dan niet bij de A4 links 74? Jawel, maar die was loos. Daar komt deze voor in de plaats. Okay. Oké. Ja? Weet ik wel. Oké, succes. Doei. Hoi, hoi. Hallo. 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 Nou, deze valt volgens mij wel mee, hè? Ja, ik was eigenlijk hiernaast. Maar die ging los en toen ging hier de tunnel dicht. Ik dacht, nou, ik pak de andere kant maar even. Ja, we moeten heel even wachten wat verkeerd geweest is. Ja. Dat het natuurlijk niet goed uit voor ons is. Ja. Heb je toevallig een zaklamp dat ik heel even kan kijken? Nee, ik niet. Mijn is kapot. Thank you. Oké. Deze zit wel los, hè? Ja, hangt iets los omdat hij verbogen is, maar hangt hier nog wel een drubbe. Ja. Dus deze durf ik wel eigen kracht naar de garage toe te sturen. Okay. Ik ga maar er meer voor om die chassis-constructie, maar die is in orde en het onderstel staat ook recht. Ja. Dat is het belangrijkste en die kunnen we eventueel misschien nog wel teruggooien in drubbe. Okay. Maar dit is niet iets waar ik me druk om maak. Deze mag van mij op deze manier zelf verder. Weet je dat?
Van een takel, hij ziet zo gauw geen rare dingen in de constructie. Okay. Dus in dat opzicht. Wacht ik wel heel even totdat hij een beetje afgekoeld is. Okay, maar ja, we moeten toch nog wachten op teamverkeer. Hij is een collega van ons, dus Nee, dat is goed dat hij mee kan nemen, maar liefst mee natuurlijk. Ja. Ja, het was vanaf 60. Alles remde. Ja. Maximaal in de ankers, maar hij remde het gewoon niet bij. Nee, ja, die balk is nog heel. Daar zitten normaal je airbag sensoren in. Hij remde het gewoon echt bij. Ik denk dat het maximaal 30-20 was inmiddels. Ja, daarom. En je ziet het, daar is de impact geweest, daarachter. Terwijl we van die B-klasse begonnen kwam met remmen. Ja. Maar die gaan ze niet meer uitdrukken. Nee. Vanmorgen was hier dus ook een ongeval. Daar zie je nog de strepen van op de weg staan. En precies op dezelfde plek is nou weer het ongeval gebeurd. Ik ga er niet doorheen lopen voor de sporen. Maar je ziet ook de remsporen helemaal lopen. Ja, soms hou ik het gewoon niet. Mag jouw zaklamp nog even vasthouden? Zo, die zit weer. Zal ik ze nou even pesten en de sirenes aanzetten? Het zou wel heel grappig zijn. Ga ik niet doen. Was wel grappig geweest. Ik weet niet of de vesten en zo er ook uit moeten, porto's. Ja, dat moet ook van hem vragen. Loopt me niet het gewoon uit? Ja. Die even, als je zo snel mogelijk even wil laten weten na overleg waar die heen moet, dan kunnen we dat invullen en dan kan het geregeld worden. Voor nu niks meer nodig? Nee, voor nu niet. Oké. Okay. Okay. We rijden nog in de tunnel. Ik weet, kunnen jullie hem zien? Ja, nu sowieso. Was dus een ongeluk gebeurd. We waren eigenlijk onderweg naar een pechmelding. Die verviel omdat die loos was, maar tegelijkertijd gebeurde er in plaats op de parallelbaan. Dus hier op de hoofdrijbaan een ongeluk. En dat bleek om een politievoertuig te gaan. Nou ja, we hebben hem erop gezet. Het is eigenlijk dezelfde procedure als normaal. Het enige verschil is nu, omdat het een agent in dienst is, komt teamverkeer, dus de verkeerstak van de politie, komt even langs om te beoordelen. Gewoon een ongeluk, net als dat bij iedereen kan gebeuren. Dus verder geen onderzoek of zo. We hebben hem erop staan, we gaan hem afgooien in Roon en dan kijken wat het dan gaat brengen verder. Ik
denk niet zo heel veel meer, want het loopt al een beetje tegen einde diensten. Dus we gaan het zien. Nou, vertel. Nou, oké, we gaan niet andersom met hulp dienst. Doe nou eens even gewoon normaal. Nee, wij gaan niet andersom met hulp dienst. Dat komt er ook niet meer uit. Hulp dienst. Het enige wat we dan anders doen is dat we hem even binnenzetten. Denk ja, anders dan missen ze zo meteen spullen. Nu staat hij gewoon onder camera toezicht bij ons binnen. Kan er eigenlijk niks gebeuren. Nee, precies. Wij houden de wacht. Ik had toevallig gisteren nog een ambulance, vandaag een politieauto. Nou zeg. Heb jij vaak hulpdiensten moeten helpen? Of is het ook vaak eigen diensten bij de politie? Nee, het zijn vaak eigen diensten. Ja? Ja. Oké. Okay. Weet je toch? Ja, maar de mensen toch? Oh ja, sorry, de mensen niet. Ja. Je praat niet Tim per se tegen mij, nee, hè? Ja. Maar meer naar het publiek. Sorry, publiek. Maar dus ongeval, hulpdienst, geen andere... Geen andere, ja, we zijn aardiger tegen ze. Ja, we hadden wel samen moeten werken. Koos. Laat die camera maar ik zou hem voor lul zetten op beeld. Ja. Dus nee, we gaan er heel leuk en professioneel mee om, zoals je ziet. Zoals altijd. Goede samenwerking, RWS, politie, ambulance, brandweer, noem het maar op. Zeg dat wel. Ja, hè? Nou, oké. Okay. Ze mogen trots zijn op bedankt, hè. Doei. We gaan even een kijkje nemen op de A16. Daar schijnt een ongeval gebeurd te zijn. Dus we gaan zo snel mogelijk daar naartoe. Even kijken wat er aan de hand is. Het zijn 2 voertuigen gegaan. Hij wordt nu een keertje van de Verona aangereden, omdat degene die aan die kant was, dus aan de Zwijndrechtkant, die was al bezig. En degene die in het midden stond, die was even met een ander klusje bezig ook. Dus ja, soms kan je er niks aan doen en moet je vanaf ergens anders aanrijden. Geef overigens niet, want we halen het dik binnen de tijd. Dus ja, we gaan die kant op. Hier links aan de overkant is het gebeurd. Ik zag een auto al een beetje raar schuin staan. Toen ik net hier boven langs reed, dus ja, ik denk dat die in ieder geval wel mee moet. Ik zie ook iemand in de ambulance geladen worden. Dus ja, we gaan even keren, gaan zo snel mogelijk even kijken wat er nou is gebeurd en dan zorgen dat de weg weer vrij kan. Nou, we zijn de politie, Rijkswaterstaat en de ambulance staan erbij. Iedereen gaat boven de rem, die wil natuurlijk even kijken wat er is gebeurd. Lieve mensen, als jullie dat willen weten, Tow Truck Tim op YouTube. Dan kunnen jullie allemaal zien wat er is gebeurd. Dan moet ik hier nog even ergens tussendoor. Jullie hebben wel een goede schuiven gemaakt. Avond. Hoi. Ik zal net het achterlicht er aan het spoelen. Ja. Yeah. Ze staan de spanning op waarschijnlijk. Ja, accu zit hiervoor. Oké. Okay. Mooi. Bestuurder, ga met de ambu mee van mij. Ja, met de ambu. Super. Dan heb jij dadelijk voor mij een telefoonnummertje ten naam gesteld. Kun je in ieder geval contact met de mensen opnemen. Sleutels hier. Nou, starten gaat hij niet meer doen. Versluitingsbak is ook helemaal scheef. Daar zo'n rijstrook 4 ook even in de kruisen vraag. Ja. Ja. Als dat kan, dan kan ik even keren. Ja. Ik weet niet hoe lang die ambu nog bezig is. Ja, staat er... ze gaan hem vervoeren, dus dat zal niet heel lang meer wezen. Oké. Okay. Maar in principe, als die ambu weg is, kijk hier. Ja, Als jij er dan zo voor gaat rijden, dan moet dat lukken toch? Moeten we daar alleen even uitkijken met keren, dan heb ik even oogje nodig. Van kijk even voor me. U maar aan het kijken? Ja, naar het verkeer. Met achteruit steken. Ja. Dan, als ik in die blubber kom, dan sta ik ook vast. Ja, daarom. Dus, maar je had nog een ruime meter over. Ah. Dus, teamwork, make the dreams work. Ik wou net zeggen. Kom helemaal goed.
kijk, en nou kan je hem er zo recht optrekken. Ja. Ja. Zo gedaan. Dat is veel makkelijker. Ja, in plaats daarom van gekloot. Hoppa. Een mooi weggelopen lieren wat jij niet kan. Wat ik niet kan? Jongen, jongen. Hé, hey, maar die paal staat er goed in aan de zijkant. Heb je gezien, hoor? Ja. Ja, ze komen nou op die paal gelijk tegen de bak te werken. Ja, beter. Nee. Deze kant, heel die paal die staat erin. Het is echt wel een serieuze klap geweest. Nou, dat was dus wel een serieuze knal. Wel maar één voertuig, andere voertuig wat erbij stond, bleek een getuige te zijn. Ja, hij heeft geloof ik eerst de geleiderrail en daarna die paal geraakt. En op een hek met die paaltjes erom gegaan. Om het al, je ziet aan die zijkant ook dat die paal er wel serieus in staat. Dus ja, dat is wel een klap geweest. Bestuurder is afgevoerd met de ambulance. We hopen dat alles zo snel mogelijk goed komt. En dan, ja. Oh ja, trouwens, ik heb bij die brandauto gezegd dat ik die bumperbalk niet gebruik. Die brandauto stond helemaal vast. Deze auto rolde gewoon, daarom durf ik het allemaal aan die bumperbalk. Ik denk, leg het even uit, anders wordt het een beetje tegenstrijdig met wat ik uitleg. Als een auto rolt, kan je dat prima doen. Staat een auto vast, doe ik het persoonlijk liever niet. Dus. Weten jullie dat ook weer? Casus weer afgehandeld. We gaan door naar de volgende. Althans, we gaan even lossen en dan gaan we door naar de volgende. Nou, onderweg naar huis gaan wij er nog eentje tegenkomen op de A4 bij de afrit. Wat is dat? Van de Valk Hotel. Dus daar gaan we naartoe. Gaan we die even meenemen. En dan ga ik naar huis en dan pak mijn collega de auto over en die gaat het dan lossen op de rug. Want ja, anders zit hij al de tijd te wachten en maak ik overuren. En dat vind ik helemaal niet erg om te doen, maar dat is natuurlijk zonde om dat geld als er iemand anders betaald zit te wachten totdat de auto vrijkomt. Dus we gaan er naartoe en dan zien jullie zo wat daar is gebeurd. Het staat hier wel echt zo goed als stil. Het is afgezet, alleen ik zie nog niemand. Komt er onderzoek? Ja, je moet even wachten, man. En dan ga ik weg. Ja, prima. Ik vraag gewoon wel nieuwe aan. Ja, ja. Ik kom maar gewoon lekker wachten.
Nee, hij moet ook niet doen. Een lelijke geweest. Waar is die bestuurder? Ik heb echt geen idee. Oké. Okay. Ah, dit wordt. Dit wordt sowieso. Ja, en dan politie in beslag nemen. Denk ik. Dat kan bijna niet missen. Ja, de verkeerspolitie die staat ook al te overleggen. Maar deze komen vanaf Delft. Die auto's? Ja. Ja, of die vanaf Delft de kruis staat, weet ik niet. Alleen van. Vanaf de Benelux sowieso. Nou, dat wordt een waarschijnlijke politietaak hoor. In ieder geval niet iets waar wij nu iets mee kunnen. Dat gebeurt wel vaker. Als er dan een onderzoek komt, dan melden wij hem los. En dan stel wij gaan hem alsnog meenemen, dan krijgen we een nieuwe melding toegestuurd. Maar ik heb zo'n vermoeden dat dit een politietaak wordt. Dat houdt dus in dat die in beslag genomen wordt, de voertuigen, door de politie. En dan komt er een takenauto van hun die voertuigen weer ophalen. Altijd als motorrijder, als ik hier naar kijk, daar word ik niet gelukkig van. Het is best wel met een goede smak gegaan. Heel de voorkant van die motor is kapot. En ja, zoals jullie net zagen, van die auto, die is ook goed ingedeukt. Dus, ik zal kijken of ik nog even een linkje van flashfoto.nl erbij kan zetten. Dat is de lokale fotograaf, of tenminste pers, hoe noem je dat? De lokale krant of zo, de online krant. Voor allemaal dat soort dingen. Om voor verdere toelichting. Want ik heb nu namelijk geen idee hoe het is met slachtoffer en zo. Ik durf het niet te zeggen, het was hier ook verder niet bekend. Dus, maar later plaatsen hun dat meestal wel altijd. Dus dat linkje ga ik er nog bij zetten. En voor nu ga ik dan naar huis. En dan mag Dennis het overnemen, mijn buurman. Ja, dit was weer het einde van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga het nog een keer herhalen. 18 mei zie ik jullie graag in de Lier op het techno-event. Trucks voor goede doelen. Kunnen jullie een rondje met me meerijden? Ik kom denk ik met mijn eigen auto. Ik weet nog niet zeker. Misschien wordt het andere, maar dat zien we dan. Voor nu maak het niet erg. Ik ben een Berger en ik zie jullie volgende week.